Yo mensen, het is je boy Tillen hier. Ik ben terug met een nieuwe video voor jullie. Ik zit hier nu met de iPhone 5 te filmen, maar ik heb dinsdag een nieuwe gsm gekocht. Namelijk de Huawei P-Smart. Waar ik nu al net een melding op heb gehad. En ja. Ja, ik ben een video aan het opnemen. Een serieuze video eigenlijk. Ik ben even een video aan het opnemen. Ik ga niet de specs doorsturen. Alles doorgeven. Even op antwoorden. Ik ga erop even de specs opzoeken. Die moet ik gewoon hebben. Huawei P-Smart. Smart specs. Hij heeft dus een dual sim. De simkaart is een nano sim, 3G, 4G, kleuren zwart, blauw en goud, als ik even heb de gouden variant. Type soort smartphone, vormontwerp rechthoek. Het is een TFT LCD van 5,65 inch op schermresolutie 2160x1080 pixels. Dus het is eigenlijk een 18x9 scherm. 428 ppi pixels per inch pixeldichtheid. Touchscreen, ja. Mogelijkheden op het apparaat, dat weet ik. Dat moet ik niet weten. Hij heeft wifi, bluetooth, NFC en USB. Bluetooth versie is 4,2. Near field communication, ja. Het heeft een 32 gig. Besturingssysteem Android 8.0. Hier staat op een quad-core, maar het is een octa-core. Een keer een 659 octa-core processor, co-processor, ja. Micro SD. Opties: touchscreen, vingerafdrukscanner, speaker, ja. Vingerafdrukscanner, ja. Digitaal kompas, ja. Videobel, ja. Trillfunctie, ja. Omgevingslichtsensor, ja. Personalisatie, iconen, menu, snelkoppeling. Zoals jullie al gezien hebben, heeft hij twee camera's. Eén van 13 megapixels en één van 2 megapixels. Een beeldverhouding zou een 16:9 zijn. Frontcamera is 8 megapixels. Ja, speaker, ja, maker van, ja. De hoogte is 15,1 cm, breedte 7,20 cm. Dus ja, meegeleverde kabels, micro-USB, adapter, ja. Het is dus een heel goede gsm voor zijn prijskategorie, €260. En dan kijk ik nu naar mijn gsm en is geunlocked, zoals Face ID eigenlijk. Vonden jullie dit een toffe video? Ga dan zeker hier beneden het blauwe duimpje blauw zetten. Vonden jullie deze video maar niks, mag je disliken. En dat is bij elke video van mij. Is het abonneerbalkje nog groot, doe dat dan. Maak dat dan dat het niet meer rood is. Is het belletje naast toch, dat belletje nog aan. Deel deze video met je vrienden en familie. En ja, zoals ik altijd zeg, bye bye.